Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door Masita, APS Groep, Woonoutlet Zuid en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers, onze eerste aflevering na de winterstop. Onze gasten van vandaag zijn Ingo Bullers en Ron van der Voort die dadelijk of straks zal aanschuiven. Ingo, welkom. Beide van Erker VVV Veilen? Ja, ik ben wel uh, nog steeds lid. Niet meer actief, maar uh, wel al uh, jaren lid natuurlijk. Ja, uh, hoe gaat het uh, met Veilen dit seizoen trouwens? Het gaat wel redelijk. Ze spelen in de subtop. En uh, ja, een jong team met wat ervaren krachten erbij. Oké, okay. nieuwe trainer geloof ik ook hè? Eerste jaar hè? Ja. Het okay. Gaat ook prima? Het Gaat prima volgens mij. Ja? Ja, ik sta natuurlijk niet in de groep, maar uh, de geluiden zijn niet verkeerd. Oké. Okay. Ja, en dan... Komt je te horen dat het eerste team ook het vertegenwoordigende team is in het Bergdorp-EK? Dat is het Bergdorp-EM. Ja. Dat is gestart in 2008, toen Zwitserland en Oostenrijk zelf het EK organiseerden, het officiële EK. En de eerste keer speelde een ploeg uit Amsterdam mee. Die okay. mocht toen Nederland vertegenwoordigen. Beetje vreemd natuurlijk. Ja, ik zijn zeggen niet vanwege de bergen. Nee, en de Nederlandse skivereniging heeft toen in 2011, toen organiseerden ze het voor de tweede keer. Dat was toen in Kleinaal in Oostenrijk, heeft Feilen voorgedragen als ja, het enige bergdorp van Nederland natuurlijk. En ja, toen mochten wij als Feilen uh, meedoen aan het Bergdorf EM in Kleinaal. Oké, okay. dus dat was jullie eerste ervaring daarmee. Hè? Ja. Uh, hmm. Hoe moet ik het zien? Is het een competitie? Het is een competitie, het is een toernooi. Uh, je kwalificeert je door inderdaad het bergdorp te zijn van een bepaald land. Uh, wij zijn dat van Nederland. Ja. Uh, 282 meter hoog. Uh, daar kijken de, de andere landen wel eens uh, heen op natuurlijk. Hè. Die denken ook van, we komen die doen. Maar ja, oké, okay, we zijn wel het hoogste dorp van Nederland. Absoluut. Ja. En uh, het is een toernooi. Twaalf uh, landen uh, deden mee in 2012 en 2013. In 2020 zijn het acht landen. komt ook omdat het op echt het hoogste gelegen veld wordt gespeeld in Europa. In gespon. Okay. Bijna 2000 meter in Zwitserland. Ja. Uh -huh. Zijn er speciale spelregels aan verbonden? Ja, er zijn uh, zeker speciale spelregels. Volgens mij is het 7 tegen 7, okay. als ik het goed heb. En uh, op kleiner veld. En dat is gewoon ontstaan, omdat. Uh, in de Alpen, echt dorpjes tegen elkaar voetballen met die regels. Okay. Ze hebben weinig mensen natuurlijk, hè. ze hebben minder mensen ter beschikking. Dus spelen ze gewoon 7 tegen 7 op kleiner veld. En dat is eigenlijk dan overgewaaid naar dat uh, Bergdorf-EM. Ja, en uh, bijvoorbeeld met wissels, is dat doorlopend of is dat ook nog? Nee, het is wel doorlopend wisselen. Ja. Uh, dat wordt wel ook naar gekeken van, uh, iedereen moet lid zijn van de club. Uh, ze willen het niveauverschil niet zo hoog uh, maken uh, tussen elkaar in en uh, dat maakt wel het toernooi wel erg spannend, denk ja, ik. Ja, dat, dat wil jaar. ik je ook namelijk nou vragen. Het niveauverschil, hè, is dat, natuurlijk, uh, dat wordt wel van tevoren echt uitgeselecteerd? Dat wordt wel uitgeselecteerd, ja. Het was in 2016 waren we niet vertegenwoordigd. Mm -hmm. Zijn Victor Terpstra en ikzelf zijn uh, met de Belgen, die wij gerecruiteerd hebben, zijn we, uh, zijn we naar het EK geweest in Morzine, daar mochten we mee. Want zij komen uit Elzenborn, het hoogste dorp van België. En toen was het niveau, ja, toen hadden ze wel een paar missers gemaakt. Toen speelde een, Russische, een Russisch team mee, dat was de vertegenwoordiger van Rusland. En dan waren drie spelers in vertegenwoordigd die ooit Champions League gespeeld hebben. Oké. Okay. <laughs> En ja. dat was niet tegen de voetballer. Dat, uh, <laughs> dat was een beetje moeilijk dat te was beginnen. Een beetje moeilijk. En jij gaat dan mee als begeleider van het team? Of, uh? Ja, we, we hebben een uh, viertal mensen, die, ja. uh, waaronder ik ben dan de, de, de teamchef, noemen ze dat. En we mm -hmm. hebben de perchef, dat is Victor Terpstra. We uh, ja. hebben Ron van der Voort, uh, onze aanvoerder van, uh, van, van ook het uh, team. En topscorer aller mm -hmm. tijden van het Nederlands bergdorf, elftal. Ja. En uh, we hebben John van Ham. En okay. uh, met z'n vieren organiseren we samen met de club de tocht richting uh, Gaspon. Uh, maar daar speel jij op een bepaalde hoogte. Hè? Dat is de dik 2000 meter. Ja, ik ben, Hoe bereid je uh, daar die jongens op voor? Ik ben al lang blij dat ik zelf niet hoef mee te doen. Ja. Meer, Vier jaar of acht jaar geleden heb ik wel nog wedstrijdje mee mogen doen. Uh, nu uh, moeten de jongens, uh, ja, ik denk wel op hoogtestage, ik denk ja, dat je we wel moet, iets gaan organiseren. Je moet acclimatiseren, ja. of niet? Sowieso we leggen ze natuurlijk wel in de watten met sportmaaltijden. Uh, er komt weer een, een, een supervisor, een uh, trainer en die achterberg gaat weer mee. Gaat oké. Okay, en ja. uh, we zijn nog bezig, uh, we zijn nog in onderhandelingen met een, uh, met een andere trainer die ook weer, weer meegaat om de jongens goed voor te bereiden. Ook in de voorbereiding trouwens. Ja. Ja. Want ik heb eens begrepen van iemand die gaat als, als wielrenner ook wel eens op hoogte stage. Het heeft ook te maken met je rode uh, bloedlichaampjes Die transporteren minder zuurstof, hoe hoger je komt schijnbaar. En dan gaat je lichaam gaat dan eh, EPO aanmaken, blijkbaar. Dat is voor wielrenners niet zo goed <laughs> begrepen. Wat wel, wel begrepen, misschien wel goed kan werken, uh, tijdens het toernooi spelen, dus uh, gaan de spelers echt slapen ook op die hoogte. Dus ze blijven op die hoogte en misschien gaat dat wel helpen. Okay. Is de medische begeleiding ook, uh, ook daar aanwezig dan, de, ja, van zeker. de organisatie? Ja, Natuurlijk. Qua, qua organisatie moet je je echt voorstellen, dat is een stadionspeaker, de, uh, de volksliederen worden gespeeld voor de wedstrijd. Uh, okay. De namen worden doorgezind. Door uh, echt officieel. Uh, ja, het is echt officiële FIFA-scheid. Het is een, een, EK. een grote ledboard. Uh, ja. je, 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 je kijkt je ogen uit. Welke landen komen er mee? De originele landen natuurlijk Oostenrijk en Zwitserland. Ja. Nederland, België. Uh, dan speelt ook Frankrijk mee. Italië, Engeland is ook een heel leuk ploegje. En Duitsland speelt ja. mee. Maar we gaan we ervan uit dat deze wedstrijden worden op één complex gespeeld? Ja. En publieke belangstelling, ook goed? Ja, het is wel op 2000 meter hoogte. Dus iedereen moet met die gondel elke keer naar beneden, naar boven. Ja, dat, dat heeft een charme hè, dat vind ik mooi. Veel, dat is een fantastische <laughs> ja. charme. Ja. Je blijft op een gegeven moment ook, uh, de, je, het is zo'n dal en dan blijf je ook even hangen altijd. Dus dan kijk je zo naar beneden, dan kijk je bijna, bijna een kilometer naar beneden. Dat is... Uh, een goede bocht. voorbereiding. En, uh, maar het is echt wel heftig, die, die gondel. En... Um, ja, de, ook de supporters moeten altijd naar boven en naar beneden. Uh -huh. En dan slapen zelfs supporters op een uur afstand van, uh, van gesponnen Dus dan weet je wat het voor impact ja, heeft een, in, goeie, ja. in die omgeving. Het leeft. Ja, je moet niet aan duizenden mensen, maar wel aan honderden mensen denken. Dus nee, het, maar het is een soort Volksfeest eigenlijk dan het toch? Het is een Volksfeest begrijp. ook voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Het is er, en het komt ook, wij zijn ingelood. Uh, uh, in de openingswedstrijd? Oké. Okay. Duitsland. Ja. 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 Duitsland, okay. inderdaad. Ja, daar waren we heel blij mee. Die openingswedstrijd tegen Duitsland, dat heeft natuurlijk PR-waarde natuurlijk. En ook diezelfde eerste dag, s'avonds, spelen we tegen Zwitserland, de tv-wedstrijd. Die wordt live uitgezonden in heel Zwitserland. Nou, dat is super, hè? Dat ja, is echt dus super. Daar we, natuurlijk ook we, voor, kunnen we maar weinig clubs over, over mee vertellen eigenlijk. Over zoiets, hè? Hoe, hoe bevallen jullie de prestaties van jullie tot nu toe dan, al die jaren? Van Veilen bedoel ja. je, als Bergdorf ja. ploeg. Ja, het eerste toernooi was natuurlijk afwachten. Je komt ergens terecht. Hoe is dat? Is dat een mini-veldtoernooi? Hoe is het niveau? Maar ik weet nog, toen kwamen we aan op die donderdag, was de opening. En de jongens schrokken echt van, nou, we gaan maar vroeg naar bed, want morgen, het niveau is natuurlijk niet heel hoog, maar je, iedereen is er op de tenen toe gemotiveerd. Ja. En uh, daar gaat het gewoon hard op hard. En toen De eerste wedstrijd hebben we toen tegen Denemarken hebben we gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd was eigenlijk ook een hele goede ploeg uit Tsjechië. Die hebben we toen op 0-0 kunnen houden. En de laatste wedstrijd die hebben we helaas verloren. Die moesten we winnen. En die, die hebben we toen verloren. Oké. Okay. Dus het allemaal alles dus goed vertoeven daar. Ik ja. gespaan dadelijk. Ja. Ik wil even met jou ook over voetbal doorgaan, maar dan met de Toto. Goed. Er gaan wat wedstrijden gespeeld worden en eens kijken of je daar wat uitslagen van kan voorspellen. Uh, we beginnen, dus de papieren romslom door even. Uh, in 5A, een club die al wel bekend is, veilen tegen RKMVC. Dat is namelijk het weekend van 2 februari. Mm -hmm. Ja, dat kan Winnaar. ik alleen maar natuurlijk in 1 invullen. Dan kan ja, ja. ik alleen maar veilen invullen. Oké, okay, in 4A gulpen tegen Keer? Dan ga ik voor gulpen. Gulpen? Ja. Winnaar. 3A zitten we met simpelveld tegen BMR. Lijkt me een spelletje. Oké. Okay. Sportclub 25 in 2G tegen heer? Daar ga ik voor Sportclub. Ja. Dan gaan we naar de 1B, Wittehorst-Chevremont-Berg. Dan gaan we een tweetje invullen. Ja, de berg houden we dan hoog. Hè. Eh, dan gaan we naar de hoofdklasse. Dat is IFC, die spelen tegen EAC. Oud trainer voor jullie, hè, geloof ik, René Smeets. Een tweetje. Een tweetje. Oké, okay. en ja, dan komt hij. Ja, de derde divisie. Groene Star tegen of EVV Groene Star? Eh, uh, gelijkspel. we gelijkspel? Nou, ze spelen heel veel gelijk tegenwoordig. Oké, okay. dan houden we dat erin <laughs> voor een extra ja. punt erbij. Ja. We zijn hier bij Groene Star, waar we een onderhoudje hebben met Cindy Biermans. Cindy is de jeugdcoördinator van Groene Star. Ja, dat klopt. Ja. Uh, doe je dat al lang? Uh, nou, ongeveer uh, 2,5 jaar denk ik, zoiets. Ben je maar altijd bezeten geweest van een spelletje? Ja, absoluut. Ja. Van klein zijn al, En dat is begonnen bij? Uh, bij FC Bemelen. Ja, toen was ik denk ik een jaar of zes. Toen werd mijn vader, die uh, had daar de jeugd opgezet. Ja, mijn broer ging mee en zo. Dus dan ga je automatisch eigenlijk uh, in het verhaal mee, dus. En vanuit Bemelen eigenlijk bij Groene Ster terecht Ik zit een hele tussenweg in. Dus, uh, ik ben van Bemelen uh, gegaan naar VVK, Echt naar de meidenafdeling. En van daaruit via Rappert naar RKVCL, uh, Almania Sittard, WVV. En uiteindelijk uh, ja, werd het gewoon te druk om, uh, om verder te kunnen voetballen. En dus nu als jeugdcoördinator werkzaam bij Groene Ster, uh, doe je het liever als trainer? Uh, dat is een hele moeilijke vraag, moet ik zeggen. <laughs> het, is, uh, ja, het is een grotere uitdaging als, als training. Jeugdtraining is ook wel een hele uitdaging, zeker tegenwoordig in deze maatschappij. Maar uh, ja, liever. Ik denk dat ik het alle twee wel, uh, wel heel leuk vind. Ja, laat ik het zo zeggen: als ik moest plannen welke jeugdteams op een avond moesten trainen of wedstrijden moesten spelen, dan had je geloof ik 47 teams op één veld staan. <laughs> maar je, je moet organisatorisch van die dingen toch wel, wel houden eigenlijk, om het te doen. Ja, dat is ook zo. Maar we hebben ook uh, nog twee coördinatoren erbij, dus uh, op zich uh, wordt er goed gecommuniceerd. En ja, goed, daar gaat ook wel eens wat fout. Dat is natuurlijk zo. We zijn een grote vereniging, 34 jeugdteams. Dus dan, ja, maar meestal moet ik zeggen, loopt het wel, uh, loopt het wel goed. Is het dan voor aanvang van het seizoen, uh, jullie maken dan zeg maar een soort jeugdplan. Uh, ik weet niet of dat jaarlijks gebeurt bij Groene staar maar uh, je hebt dan wel gesproken met alle trainers neem ik aan? Ja, we gaan uh, regelmatig in gesprek met trainers, niet alleen voor het seizoen of daarna, maar ook tussendoor. Want ja, er komt altijd wel uh, of nieuwe spelers of, of dingen veranderen. Dus we blijven wel uh, proberen goed in contact te blijven. Het zal niet altijd zo gaan hoe iedereen het wil, maar goed, we proberen in ieder geval wel uh, alles netjes uh, op orde te houden. Ja, je evalueert dan ook de, zeg maar, de doorstroming van de jeugd met de trainer. Ja, ja we proberen zoveel mogelijk uh, samen te communiceren en samen ook uh, de teams. Uh, te maken, want hun moeten uiteindelijk mee werken. Ik, bedoel, ik, ik heb ze wel op papier, maar voor de verder rest ken ik ze niet allemaal, want er zijn er best wel veel. Dus als je dan op die manier goed kunt communiceren, dan uh, komt dat wel goed. Mika, waar speel jij? Uh, bij Groene Jon 13-2. Okay, en welke positie? Uh, centraal van in de Bevalt dat goed? Ja, best fijne positie om te spelen. Kan je veel doen, mee verdedigen en mee aanvallen. Hey, en uh, al gescoord? Eén uh, keer. Wat geeft je meer voldoening in een wedstrijdje als jullie winnen met prestatie als een team of dat jij de winnende goal maakt? Uh, team. Ik hoop meer dat het team um, goals maakt dan ik, want ja, goals, uh, winnen is leuker dan zelf goals maken. Dan speelt het eerste elftal de derde divisie. Hè? Dat is natuurlijk voor jou ook natuurlijk proberen om daarbij te komen. ooit. Ja, ik hoop ook dat ik wel gescout wordt, maar hier spelen in het eerste is ook al leuk. Hoe denk je zelf dat het met de doorstroming gaat in de toekomst? Kijk, het is nu derde divisie. Dat is toch een belangrijke uh, ja, positie in het Nederlands voetbal, laten we het zo zeggen. Hè? En je hoort ook vaak van buitenaf van. als die doorstroming maar komt van de jeugd. Hè? Ja, dat is natuurlijk een, een, een hele moeilijke. Want uh, ja, goed, we hebben dan uh, ook de profclubs om ons heen. Dus zodra je eigenlijk een iets leuk spelertje hebt, dan ben je al heel bang dat hij heel snel weg is. Dat gebeurt meestal ook wel. Dus. Uh, ja, goed, we moeten proberen zo goed mogelijk uh, daarop te letten. Dat we ook niet te snel die jongens laten gaan. Want uiteindelijk, je ziet ook heel vaak dat ze uh, toch veel vaker terugkomen. En dan is het weer heel moeilijk om ze weer in die groep uh, erbij te krijgen. Dus ja, we moeten kijken hoe we dat uh, in stand kunnen houden. Je hoort steeds vaker dat ze ook steeds jonger weg worden geplukt en zo. Hebben jullie daar wel ruggespraak mee met BVO's uit de omgeving? Uh, ja, ja en nee. Ja, nogmaals, het is, als het echt een, 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 een jongen is of, of een meid is wat, wat best wel de kwaliteit heeft, ja, dan denk ik niet dat je hem kunt houden. Zelf denk ik uh, dat ze op hele jonge leeftijd dat misschien veel te vroeg is. Ik ben zelf meer zo van een 13, 14 jaar, dan, denk ik, dan zijn ze iets meer ontwikkeld. En dan denk ik dat het misschien iets beter is om ze dan eens kennis te laten maken met. Als dat ze heel vroeg gaan en dan op latere leeftijd misschien een terugval krijgen. Hey, je had 34 teams. Ja. Komen jullie goed uit met de velden? Uh, nee, heel eerlijk gezegd niet. Nee. Dus, uh, het is echt knippen dan plakken. Dus uh, ja. ja, goed, op zich... Uh, ja, goed, nogmaals, de communicatie met de trainers op zich dat gaat ook wel. En als er ook wedstrijden tussendoor komen, dan, dan proberen we met z'n allen toch wel te kijken of het past. En tot nu toe moet ik zeggen, lukt het wel. Hey, maar het complex, ik zag hiernaast, er is een nieuwe, nieuwe sporthal, die is bijna klaar. Dus dat zou je de kinderen in de winterstop ook ideaal kunnen onderbrengen. Daar kan eventueel uh, gebruik van gemaakt worden, ja. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dat is dan ideaal, want dan hoeven ze of de ouders niet ver te gaan of jullie zelf. Hè. Ja, dat is wel zo. Ja. Dat is ook heel mooi geworden, moet ik zeggen. En hier staan we met nog zo'n spelertje van de jeugd van Groene Ster. En jij bent? Kian. Kian, jij speelt ook bij jong onder 13, heb ik begrepen. Hè? Welke positie? Linksachter. Je bent echt een verdedigende back of ene die ook vaker opkomt? Uh, beide een beetje. Wat vind je het leukste? Verdedigen. Hey, uh, en jullie trainer let er ook op dat je niet te vaak van je positie wisselt of uh, met de besprekingen en dergelijke? Ja, meestal moeten we gewoon op onze eigen plek, op onze eigen positie blijven staan. Puur omdat sommige anderen het niet kunnen of niet willen kunnen. Hoe zijn de prestaties tot nu toe? Goed, voor, uh, de vorige keer zijn we daar geëindigd. Ga je ook vaak kijken naar het eerste? Ja. Die linksback van het eerste is een goeie. Hè? Is dat een beetje jouw voorbeeld? Een uh, beetje. In de toekomst, je wilt graag ook lekker doorstromen naar zo'n eerste elftal? Het zou wel leuk zijn, ja. De trainers op zich, is er een model bij dat die ook doorschuiven? Of zeg je van, we hebben ze gewoon bij het team zitten. En als ze dat leuk vinden, blijven ze ook bij het team. Uh, we hebben op dit uh, moment de, de optie dat ze gewoon met het team doorstromen. Uiteindelijk, uh, wat ik nu dan het liefste zou zien, maar dat hebben we nog niet uh, echt besproken met, met de vereniging, maar daar zijn wel ook... Uh, uh, wel goede responsen op is dat we toch proberen om uh, een vaste trainer uh, gewoon bij onder 19 of onder 17 te zetten. En dan dat er om de twee jaar een ander team bij komt. Want dan blijft het denk ik interessant. Als je vier, vijf, zes jaar met hetzelfde team uh, voetbalt, dan is er iemand, is de, de, de drive is trouw en de spanning is En je kent elkaar denk ik veel te goed. Je accepteert niks meer van elkaar. En ik denk als je uh, om de twee jaar kunt wisselen qua trainer en qua team, dat dat iets interessanter blijft. Hey, de toekomst verder met de jeugd. Je blijft in de rol als coördinator? Ja, absoluut. Ja, het is, is en blijft een uitdaging. En, uh, ja. Dat gaan we zeker doen. Maar de, laten we even onder ons zeggen: de mensen met problemen of die moeite hebben, dingen, komen ook dan altijd bij jou terecht. Hè? Ja, die komen ook bij mij terecht. En, uh, ja, maar dat is juist de uitdaging. Kijk, als, als, als alles perfect loopt, dan is het, ja, is het eigenlijk niet meer leuk. Dus, uh, maar van die dingen leer je ook heel veel. Ron, welkom. Dankjewel. Nee. Uh, speler van Veilen, uh, wie lang speelt ze nog? Ik speel al sinds mijn 16 op het eerste elftal van uh, Veilen, dus uh, ik word, uh, dit jaar word ik 41. Dus ik ben al uh, 24 jaar net van het eerste elftal en uh, ook nooit een andere keuze gemaakt om ergens anders heen te gaan. Nee, een jongen van het dorp? Een jongen van het dorp, ja. Oké, okay, ja, moet wel prima bevallen dan of niet? Ja, bevalt heel prima. Uh, het is een hele mooie club. Uh, een hele warme club, uh, een club waar ook uh, voor nieuwe trainers, hè? voor de eerste keer aan een eerste elftal beginnen, ja. ook de mogelijkheid geven om te beginnen bij ons. En ze hebben we heel veel mooie trainers meegemaakt zoals René Meet, uh, uh, Gerard Doeven, Marco Jansen, Marcel Krijnen. Ja, he heel mooi. Dus eigenlijk een opstapje voor trainers die zeggen van, ja. dat is een hele leuke vereniging, ja. uh, medewerking van spelers en, ja. en uh, begeleiding eromheen. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Hé, hey, nou speel je ook mee in het Bergdorp team, heb ik begrepen hè? Ja. Hoeveel jaar de, is dat voor jou? Van het Bergdorp-team. Ik heb meegedaan uh, acht jaar geleden in Kleinhalle. Dat was het EM Bergdorf. Ja. Um, daarnaast hebben we nog een keer uh, twee wedstrijden gevoetbald tegen België. Interland we hebben we toen gevoetbald. Eén keer om een, uh, een wedstrijd van uh, de cup van Benelux. Dat was feile en België. Die hebben we toen met 1-0 gewonnen. En twee jaar geleden hebben we nog een keer nog eens een toernooi gehad met uh, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België. En dan zijn we helaas tweede geworden en hebben we een finale verloren van België. Oké. Okay. Hebben jullie daar zelf als spelers, hè? want jullie gaan er met je hele team naartoe bereiden of een gedeelte? Gaat de eerste elf gaat daar naartoe. Ja. 15 spelers mogen mee. Ja. Maar dan zit je natuurlijk zelf het jaar door, met een competitie. Hè? Heb je dan nog extra buiten veilen dat je dan voorbereiding voor hebt met, je, met de groep? Of zeg je van nee, we trainen gewoon en we gaan naar dat EM? Nee, we hebben dus acht jaar geleden, echt voor EM toen, hebben we ook eh, de laatste maand zeg maar, voordat het toernooi begon, hebben we ook extra training gedaan op, op het 7 tegen 7 voetbal op het kleine veld. Eh, waar Eddy Achterberg dan ook aanwezig ja. was om natuurlijk ook wat aanwijzingen te geven hè, en tactisch te bekijken. Hè, hoe moet je voetballen? Want daar mag je dus wel de bal terugspelen, de keeper mag de bal in de handen pakken. Dat is wel even, ja. hoe ga je daarmee om als, als zijnde Dus toen zei Eddy van, hou het, het spel breed terwijl het een klein veld was. Ik noem eens even ja, iets zijn ja. ja. Maar hoe naar Eddy Achterberg gekomen? Als coach, dat is niet de mensen. Nee, dat is niet de mensen. <laughs> uh, dat kwam door uh, contacten met Van der Linden uit Bocholt. Die okay. kende uh, Eddie Achterberg. Uh -huh. En uh, toen, toen bekend was dat wij als veilen naar het berg door IM mochten gaan, hebben we via van der Linden contact gehad met Eddy Achterberg. En die heeft dan direct daar ja op gezegd. Die trainde toen ook nog volgens mij in. Oostenrijk, bij Salzburg op dat moment ook nog. Okay. Of het was hij begeleider in ieder geval. En voor hem, hij vond dat een superleuke ervaring. En daarnaast is hij ook altijd bij elk interland is hij altijd aanwezig geweest. Ja. Bij ons in Veil, en ook op het dus, ja. Oh, Dat is mooi man. Hey, dus Geen specifieke voorbereiding dan eigenlijk. Want in mei heb je meestal toch ja. redelijk vrij hè. als amateur, Dus dan zou je nog wat samen ja. kunnen gaan doen. Hè. Maar dan gaan jullie naar een gebied dat op een dikke 2000 meter hoogte ligt. Hè. Dan ben jij met alle respect, 41 jaar, nog steeds voetballend. Merk jij dat op een gegeven moment je hebt me een paar keer meegedaan? Hè? Als je op die hoogte zit, wat is nou dat verschil? Ja, dat merk je wel. Ja, ik word trouwens ons dan dit jaar 41. Dus ja, goed, 40. Dat, die houden we erin. Die houden we erin. <laughs> uh, maar dus, uh, je merkt dat wel. Hè? Je hebt dan uh, uh, toch uh, wat minder zuurstof, je bent sneller uh, vermoeid. Uh, conditioneel merk je dat het wel tijdens de wedstrijden. Ja. Want het zijn wel hele zware wedstrijden. Het zijn niet een uh, miniveldtornooi waar je rustig aan kunt doen. het nee. is echt een hoog Rot tempo. en Vol, -op -vol -op eh. Hoog tempo zit erin. Je ja. bent ook zo bij de andere do doelen hè, van de tegenstander. Ja, okay, Juist, dan heb je te maken met de omschakeling van, ja. van je lichaam, zeg maar. Mm -hmm. Wat ik straks al zei: je bloedlichaam en dergelijke. Daar heb je dan ge geen moeite mee? Of doe je eerst van tevoren toch nog een paar keer trainen daar? Is dus die mogelijkheid is nog aanwezig? Ja, we kunnen ook trainen, want we gaan op woensdagavond vertrekken. We. Ja. Op donderdag is alleen maar een, een opening. Dus we hebben de hele donderdag we hebben de tijd om ons voor te bereiden uh, ja. voor de wedstrijd van vrijdagmorgen: mm -hmm. de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Ja, en dan? Alles aanwezig ook? Alles is aanwezig. Uh, als je gaat kijken naar acht jaar geleden, waar ik toen uh, zelf ook aanwezig was, ja. uh, dan sta je ook als team. Hè. De teams staan naast elkaar, er worden de er worden gespeeld. Uh, ja, een geweldige ervaring. Ik weet nog, toen hebben we die laatste wedstrijd in die pool. hebben we twee verloren van Zwitserland. Uh, bij gelijkspel of, of, of als wat ik waren, waren we ook door geweest, uh, waarschijnlijk. Dat bleek achteraf. Uh, toen maakte 1-0, enige doelpunt van dat toernooi voor uh, Nederland, uh, ja. het Bergdorf-team. Uh, en die speaker roept om oh, met die nummer 9, Ron van der Voort. En ja, dat had ik echt ook kippenvel. Ja, dat was mooi. Ja, dat is geweldig <laughs> om mee te maken. <laughs> ja. Ja. Ja, er zijn maar weinig mensen die dat kunnen ja. ervaren op dat moment. Ja. Hè. En uh, ja, goed, het publiek is aanwezig. Qua organisatie, dat moet toch wel heel groot zijn. Hè? Maar ze zijn ooit, ik weet niet of het ze straks ook gevraagd dat Er is een soort EM-bier, bestaat er zelfs, heb ik begrepen. Mm -hmm. Dat is ook een aanleiding van dat toernooi om te Van dat bekend, toernooi is dat of... gekomen, ja. 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 Dus, dus acht jaar geleden ook met de Gulpenaar uh, uh, gesproken. En uh, die zeiden van, oh, we vinden een leuk initiatief, we gaan daar bier voor uh, brouwen. Speciaal ja. voor de Bergdorf-EM. Oké. Okay. Ja. Zijn er nog speciaal tijdens het toernooi zelfs prijzen? Ik noem maar topscorer van het toernooi, beste speler, beste doelman. Wordt er ook gedaan? Of... Ja, topscorer van het toernooi, beste ja. speler van het toernooi, uh, beste doelman van het toernooi. Ja, wordt okay. allemaal ook gedaan. Wat krijgt de winnaar? Een uh, mooie beker. Ja? ja. En hangen er dan nog andere dingen aan vast? Uh, weet je dat toevallig? Met, met, met iets op de tv of andere dingen? Nee, volgens mij niet. Daar hast ik niks aan vast. Nee. Het okay. nee. Uh, is een leuk initiatief eigenlijk. En dat je zegt van het loopt nou al zoveel jaar. En het leeft. Hè? dat ja. is eigenlijk uniek, want weinig mensen in Nederland weten dat. Ja, dat nee, zo, is ook dat zo. bestaat. Dat zoiets bestaat. Uh, ja. Bergdorf EM klinkt op zich al uh, super. Heb je nog appreski? Als het, uh, <laughs> acht jaar geleden mocht dat niet, van Elke nee. Achterberg. Nee, dan mochten we echt maar uh, de, de, de eerste avond, twee biertjes, uh, tien uur uh, terug naar het hotel, half elf uh, op de kamer slapen. Oké. Okay. Echt een goede voorbereiding toen we... Ja, het is een EM. Hè. En toen dus we waren het, uitgeschakeld? Ja, toen mochten we wel de tent in, hebben we natuurlijk uh, ja, wel een paar biertjes gedronken. Ja, ja, dus zeg, het is tenslotte een EM. Hè. Jullie zijn geen Engels team, maar wat gewoon dag en dag gewoon ligt de los en alle kerstcoin. Dus, uh, hoe ziet de toekomst eruit dan van het toernooi? Als je zegt van nou, goed, het bestaat toch een aantal jaren. Hè. Ja. Het is altijd leuk aan publieke belangstelling, pers en zo. Het is ja. eigenlijk een traditie. Ja. Dus, dat, dat, blijft, wel... dat, dat blijft wel doorgaan dat toernooi. Ja? Ik denk wel dat het, als je gaat kijken naar de regio, dat het in, 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 in Zwitserland, Oostenrijk en, en Frankrijk zal blijven. Mm -hmm. Ik denk dat het heel moeilijk is om dit een keer naar Nederland te halen of naar België. Ja. Ja, want dan geeft natuurlijk ook een stukje hè, vanuit die organisatie, ja, die zijn ooit daar begonnen, geeft u ook een beetje aan het weg. En dan zou het eigenlijk naar alle landen in Europa moeten doen ja. en dan kom je maar één keer in de veertig jaar. Dat ik nog een keer in Zwitserland wordt gehouden of Oostenrijk. Het is meer, uh, denk ik, begonnen van een promotie voor die dorpjes daar. Mm -hmm. uh, maar ja, wij zitten ja, er heel mooi bij aan. Hè. Wij kunnen op deze manier ook ons, ons dorpje veilig juist, promoten. Ja. En België ook. En Duitsland ook. Dus het zal gewoon blijven bestaan. Het leeft ook enorm in het dorp bij ons. Dat is uniek, uh, ja. Want er zijn heel veel mensen die vragen van. Uh, uh, wat zijn de uh, arrangementen met uh, betrekking tot busvervoer hè? Ja, en met slapen? in ja. het uh, beetje spond. Dus het, uh, daar gaan ook weer veel supporters mee. Ja, Superman, ja. dat is heel leuk. Hey, maar er is ook een, uh, een EK-lied geweest ooit. Omtrent dat. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ook nog eens, dat is <laughs> ja. dus, uh, goed. Goed acht... professioneel eigenlijk. Ja, hebben we hebben acht jaar geleden ingelongen <laughs> met uh, spelers ook van het Bergdorf JAM. Ja. Dat ja, was een, uh, ook een liedje. Dat, voelt, uh... oh, dat is wel schitterend. Hè? Hey, nog een andere vraag tussendoor. Even. Jullie trainer gaat dus nooit mee. Hè? De, de, de trainer die dan van dienst is, zeg maar, die gaat nooit mee. Of ja, toch? Die gaat ook seizoen seizoen? Oké. Maar stel nou met blessures en zo, dan zal hij niet blij zijn. Of komt dat relatief gezien weinig voor? Uh, dan heb je twee maanden om te herstellen, hè? want dan begint de, de voorbereiding ja. begint weer in augustus. Dus alleen bij een zware bestuur. Ja. Ja, je kunt er gewoon nog onder flikken. Hè? Dus ja, Dat kan ook spreken als er ja. app, appel geweest is. Nee, maar goed, dan weet hij de risico's Hij weet de risico's. Zo hij de risico's. Ja. Er wordt normaal gespeeld, met geen zo. Ja, dat dus ja, ja, is ja, 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 we wel allemaal. Uh, ja. Wij gaan de shoot-out doen. Ik ja. hoop dat je fit bent. Ja, een beetje last van de hamstring, maar. Uh. Maakt niet uit, een goed verzorgingskaartje voor volgend jaar afgeven. Oké. Okay, ja. Oké, okay, Ron, de shootout. Vijf keer rechtsonder en vijf keer linksboven. Ja, makkie. Neem je tijd, dat is een goede instelling. Succes! Dankjewel. Pak je meteen even de tweede, die gaat daar in. Ja. Je mag het ze ook zelf goed leggen als het beter is voor de concentratie. Mm, het gaat wel goed. Oké. Okay. Zat er beter, hè? De derde. Ze kocht er al bij, hè. ja. 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 Kijk eens, onderkant lat, zeggen we in vaktermen. Ja. De vierde. Je bent wel één van de eerste die alle ballen gebruikt. De vijfde. <laughs> ja, oké. Okay. Maar we hebben nog vijf linksboven. Ja. Dat komt het is gewoon gevoel... wat moeilijker, aan. Ja, dat weet ik niet. Nou. Ja. Die zat toch al heel goed in de die buurt, hè? goed in de buurt, ja. ja. Nummer zeven. Dat, was, dat gebeurde in de wedstrijd ook. De achtste. Het blijft op nul zitten dadelijk. Dat, dat was de Schlenzer. De negende. Die zat er dichtbij, Ron. Ja. En de laatste. De laatste. Neem je tijd. Concentratie dan hè. Ah. Ron, bedankt. Ja, 0 uit 10. Geen probleem, dat komt nog altijd goed. goed. Ingo, ook bedankt. Rondje de Zwitserland scoren. Weet ze dat alvast. Dan houden we jou ja. er aan. En maar jou ook. oké? Okay? Ja, goed. Succes heel veel. Dank u wel. Dank je. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Inkoppers werd mede mogelijk gemaakt door Masita, APS Groep, Woonoutlet Zuid en Monen Movies.